Ik ben Samenzagelaar Stijn. Ik ben 41 jaar. Momenteel ben ik 3 jaar actief binnen amfvoetbal. De eerste jaren als keeper, goalkeeper. En nu sinds november 2013 ben ik voorzitter van amfvoetbal België. Amfvoetbal is eigenlijk voetbal voor mensen met een amputatie. Veldspelers hebben een beenamputatie en de goalkeeper heeft een armamputatie. Ik ben Frederik Luys, ik ben 28. Ik woon in Leuven, waar ik doctoreer als burgerlijk ingenieur. En ik speel amfvoetbal, ik weet het eigenlijk niet goed, lang al, maar ik denk ongeveer 2 jaar. Frederik Luys. In tegenstelling tot de meeste spelers van onze ploeg die een amputatie hebben ondergaan, meestal omwille van ziekte of een ongeval, is het bij mij van de geboorte. Dus ik ben geboren met een beentje dat wat korter was en met dat ik gegroeid ben, is dat verschil enkel groter geworden. Het voetbal wordt gespeeld op een kleiner terrein. 6 veldspelers, 1 goalkeeper en duurt 2x25 minuten. Het is ook zo dat de persoon met de amputatie dus de bal niet mag raken met het geamputeerd ledemaat. Ik heb amfvoetbal leren kennen via televisie. Er was 2 jaar geleden ongeveer een match geweest tussen de Belgische en de Nederlandse amfvoetbalploeg. En daar was een bras. Dus de 2 ploegen zijn met elkaar in de clinch gegaan, met krukken en al. De supporters zijn daartussen gekomen, dus dat was heel mediageniek natuurlijk. Dus dat kwam natuurlijk onmiddellijk in de media. En zo heb ik dat leren kennen. En vermits dat ik vroeger tijdens mijn middelbare studies 6 jaar lang op krukken heb rondgewandeld en ik toen al voetbalde, dacht ik, misschien is dat iets voor mij. Nu zitten we hier in Duitsland. Een aantal maanden geleden hebben we van de Duitse amfvoetbalploeg een uitnodiging gekregen om 2 vriendenwedstrijden te komen spelen. Ook een beetje ter promotie van amfvoetbal, maar ook de kans gekregen om de mensen die aanwezig zijn met een amputatie te laten zien wat dat het inhoudt, dat amfvoetbal. En natuurlijk ook de supporters te tonen wat dat we kunnen. En dat is eigenlijk heel belangrijk. De sfeer in de groep is goed. We zijn allemaal heel verschillende personen, maar dat zorgt voor dynamiek en dat is wel leuk.